Waarom dacht jij in 2003, we gaan Focus weer een nieuw leven inblazen? Het kwam niet van mij, de gedachte. De gedachte kwam eerlijk gezegd van Ruben van Roon, drummer, en Jan Dumé, de gitarist. Zij twee hadden gewoon zin om die oude stukken van Focus weer serieus te gaan instuderen. Als coverband eigenlijk hebben ze Bobby Jacobs bij betrokken, de bassist en mijn stiefzoon. En met z'n drieën zijn ze toen, zeg maar, volkomen geheim zijn ze die stukken gaan instuderen. Toen hebben ze mij begroeien op een slechte dag eigenlijk. Op een maandag dat het motregende gevraagd van kom naar Delft en neem je hem het orgel mee. En toen belden ze wel drie keer achter elkaar. Bobby belde van je moet komen want we zijn met iets te geks bezig. En ik met tegenzin helemaal naar Delft met het Hammondorgel. Toen hoorde ik door een dichte deur die stukken. Toen begon ik spontaan te janken. Ja, dacht ik, shit. Dus er wordt gewoon serieus werk gemaakt van materiaal wat eigenlijk braak ligt. Wat niet dood is, maar toch wel op dit moment niet leeft. Behalve op de plaat en op de andere vormen van, geluidsdragers. Maar wat was toen, het mooie, want het had al een leven gehad. Ja, goed, maar ik was zo blij dat dat weer serieus live werd gestudeerd. Toen heb ik onmiddellijk mijn orgel uitgepakt en erbij gevoegd. Toen zijn we als amateurband, als coverband begonnen onder de naam Hocus Pocus. En toen kwam er meteen een manager en die zei, jongens, ik wil dat best doen internationaal. Maar dan wil ik wel dat jullie Focus heten. En toen moest er 2,5 minuut vergaderd worden. Toen hebben we besloten om het zo te doen. En toen zaten we binnen de kortste tijd in Brazilië in de grootste zalen.